En wat gaan we kinderen nu testen vandaag? Gaan we vandaag testen het wild met, ja, kattenvoer natuurlijk. En het wild voor vitamine Mirana. Pathé wild staat erop. We hebben er twee. Nick gaat deze doen. En hier gaan we. En wat gaan we kinderen nu testen vandaag? Gaan we vandaag testen het wild met, ja, kattenvoer natuurlijk. En het wild voor vitamine Mirana. Pathé wild staat erop. We hebben er twee. Nick gaat deze doen. En hier gaan we. En mevrouw gaat natuurlijk de pathé op het bord doen. Dat wordt helemaal fijn gemaakt. En een pan. En je hoort, zou we roepen. Dit is gewoon eigenlijk een testproduct. Dit is nog niet eens hun eigen eten. Hè, schat? Het eigen eten komt vanavond pas. Hé, hey, af. Boefie. Af. Snuffie, denk ik. Niet zo overdrijven. Ik zal het even pakken. Dit gaan ze testen. Doe ik nou veel niet zo. Ik ga het zo doen, hoor, schat. Kijk, Nicky komt ook aangereden. Schatje, en wat hebben ze? Pathé met wild Jumbo merk. Vinden ze super lekker. Pathé Jumbo merk wil. Ze hebben het gehad van de dierenvoedselbank. Die van ons krijgen natuurlijk ook niet altijd het luxe van het luxe. We zijn überhaupt blij met de dierenvoedselbank, want hè, ze bestaan ook al een aantal jaren. Zwaai eens in de camera, schatje. Ze eten het alle drie op, dus ze vinden het erg lekker. En dan krijgen ze nog een heerlijk toetje na. Maar dat doen we om na het avondeten. Dus dat wordt zo een uurtje later worden, denk ik. Klopt, dan is Nicky alweer terug. Maar meestal is mensen, Nicky die is hier 4 keer per week, denk ik, bijna wel. Maandag, woensdag, donderdag. Ja, en vandaag. Ja, omdat mijn handbuik opgeladen moet worden. Want die zit leeg, die staat daar in de lade. Ik kan ook daar, maar hij was leeg, anders kan ik niet terug. Klopt. En Nicky en ik gaan natuurlijk zaterdag ook een dagje uit. En schatje, hoe bevalt het nou om thuis te zijn weer? Dat is best wel leuk. Ja. Ik moet daar even een zak in de prullenbak doen, maar dat doe ik zo meteen wel. Even hier zitten. Want kan ik jou ook filmen? Zwaai eens gewoon. Ja, ik zie je. Kinderen zitten heerlijk te smikkelen. En papa en mama kijken namelijk lekker toe.
hoe de kinderen het heerlijk vinden. Felix heeft genoeg gegeten. Nu al. Oh, schatje, dat had ik ook wel willen doen, zo meteen. Ja, weet je, maar ik ben er nu toch naar, dus dat kan ik een beetje doen. Ja, dat had niet gehoeven, maar het had, kan natuurlijk wel. Kleine moeite eigenlijk, dat ik er niet bij kon. Maar nee. Ik vond het wel fijn. Felix, en hoe was dat Jumbo lekker, merk? Niet zo lekker. Ik geloof niks, want je zit de snor aan af te liggen. Felix voor is lekker. Ja, maar dat is gewoon misschien wel voor vanavond als je nog honger hebt. Ja, inderdaad. Zo. Maar is. Dat was de deksel die erop zat. En daar rijdt mijn liefste vrouwtje. Ja. Wie wij heel veel houden. Want ze is de mama van mijn kinderen. Van Felix, Boefy en Christeltje. Daar is Nicky de mama van. Christel, was het lekker? Denk het wel. Oh, was het lekker hè? Ja, ze is helemaal snel als Noah af. En Boefie eet nog rustig verder. Lekker Boef. Maar met Felix is het echt wel lekker, want het is nooit aan de likt niet aan. Die eet heel rustig. Gewoon twee kuipjes. Die krijgen per dag. Minstens normaal gezien, hè schat? Wat geven wij normaal gezien per dag? Twee dagjes. Phoenix voeren. Ja. Phoenix zit zich eigen helemaal te wassen. Mm-hmm. En Boefie eet rustig verder. En natuurlijk, daar zit Vrouwtje. Hoi iedereen. Dat is de zak van de dierenvoedselbank. Die nemen wij elke week mee, hè? Ja. Daar gaat de dierenvoedselbank eten in. Ja, maar nee, kijk, aankomende week hebben we genoeg. Ja, klopt. Een week daarna. Ja. En daar zit Christel. Chrisje. Die is er eigenlijk ook lekker te wassen. Daar zat ons tv, daar zat onder, zat de PlayStation. Daar ga ik ook nog een game video van opnemen, maar wel vanuit Centerparks. En natuurlijk gaan we daar op mijn laptop. Ik moet niet vertellen van wie Centerparks is en wat ik heb gevraagd aan jou. Ah, nee, Centerparks is van Nicky. Minecraft Centerparks, daar is Nicky mee bezig. En ze hebben gevraagd of ik wat wil afmaken. Of waar ik mee moet beginnen. Jij maakt niet uit met wat. Al je wat slopen of zo. Dat komt wel goed. En daar op tafel liggen namelijk de dessertjes van de katten. Die gaan we ze daar ook geven. Maar dat zal dadelijk wel worden. Maar dan is mijn vrouw alweer terug naar haar logeerplek. Ja, zo moet het noemen. Want we gaan binnenkort we gaan toch ergens weet ik van wanneer ze weer verhuizen. Maar dat komt wel goed. Ja, die zak gooi ik dadelijk weg. Want ik ga dat in één keer wegbrengen aan het gemeentehuis. Dus dan kan ik die ook weggooien, die zak. En als ik dan terugkom, dan gaan we het dessert doen. Dat ligt daar op tafel. Tot zometeen. Zo, waar gaan we?
De laatste video van vandaag is van dierendag. Ja, dit is een bepaald puddingje. Ik weet niet wat het is, maar we gaan het regenen. En ze zullen het vast wel lekker vinden, denk ik. Het is een soort, ja, een soort. Is het natuurlijk voor alle drie? Jongens zal roepen natuurlijk de kinderen. Heb je ook nog iets van kattenslampjes? Dat ga ik er ook nog even bij doen. Hier, die zet je moet het dan. Het is natuurlijk wel belangrijk dat je het eerlijk deelt, hè? Want anders dan betrekt de ene wel mee en op een andere niet. Zo ziet het er dan uit. Crystal, move. Zo ziet het eruit. Alle drie een schaaltje met wat lekkers en snack. Deze gaan we neerzetten. Jongens, kom. Ja, wacht. Ja, er komt nog meer. Dat is een beetje lullig.
Moet nog heel snel handelen. Oké. En dan de laatste. Jongens. Poefie. Ik heb een story. Dit is dus de snack van de dierenvoedselbank voor Dierendag. Dankjewel voor deze lieve donaties. Ik vind het heerlijk. Ik hoop echt dat alle diertjes een hele leuke dierendag hebben gehad. Die van ons intussen wel, die vinden het echt super lekker. Ze genieten er echt van. Dat zijn dan de snoepjes die je hoort. Die vinden het echt super lekker. Phoenix eet het lekker van de snoepjes. Boefie eet er heerlijk van. Het is echt maar één keer in het jaar. Dierendag, mensen. En ze genieten er echt heerlijk van. Vonden jullie dit nou een leuke video? Like en deel hem dan vooral. Vergeet niet te abonneren op ons YouTube kanaal. De Kattenbende. Ik zeg bedankt voor het kijken. Tot de volgende video.